de klauwerblokroute. Ja, mooi. En gaat het dan met je papa en je mama doen? Ja. De route naar de eerste tussenstop. Ja. Daar aangekomen, willen we met dit kaartje een stempel krijgen en de route voor de volgende tussenstop. Twee van die tussenstops kunnen ook iets drinken met die kaart. De derde tussenstop is een café en achteraf kunnen we met die kaart ook hier frietjes eten en drinken enzovoort. Met kar en al. Dat valt heel goed mee. Ze trapt zelf ook al een beetje mee. Dat is heel goed. Heb al gevraagd of ze goed kan volgen. Dat gaat in orde komen. Ja. Dorst hebben we hier. Het is vanaf die. Dan gaan we naar huis fietsen, hè? Ja. En is het een lekker ijsje? Ja, lekker. Heel lekker. Is het een dappere fietser? Ja. Dat komt erop. Ja. En de Piet ook dan of wat? Ja. Ja, een pot blommekut. Heb je heel veel gefietst hè, vandaag? Amai. Ga je dat volgend jaar nog eens doen? Ik denk het wel. Ja. Oké, okay. Was het leuk? Ja. Start! Voorzichtig dat we geen pijn doen. Ja, Groen is aan het winnen, maar Paars komt er ook aan. Groen gaat winnen, denken we. Zal het Groen zijn of gaat het Paars zijn? Nog een beetje, het gaat komen. Zal het eerst Groen zijn, Groen. Groen is eerst
en dat zal tweede paars zijn. Nog een beetje, nog een beetje, nog een beetje. Ik draag het daar. Oh, mooi die bro, kijk. Hoppa, ze erin. Ja, maar wacht even, Christo. Moet over. En zijn jullie moe? Ja, valt mee. Ja? En was het leuk? Ja. Gaan we volgend jaar nog eens mee fietsen? Ja, zeker. Heel zeker. Op zondag 17 mei gaan we de Klaverbladroute rijden, ondertussen voor de vijfde keer. Het zal minstens zo leuk worden als de vorige vier keren. We hadden de laatste keer 525 deelnemers en we gaan voor een nieuw record dit jaar. Iedereen afgesproken op 17 mei tussen 12 en 2:30 vertrek aan het Giro-lokaal in de Broekdam Noord in Kruibeek.